De mensen worden ongeduldig ten aanzien van de stappen die de regering moet nemen om uit de crisis te geraken. We zijn al haast 2 jaar erin en er is geen concreet plan. Mensen beginnen hoop te verliezen en daarom kiezen ze voor straatacties. Dit zegt Winston Ramotarsing, voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname, VES. Ramotarsing gelooft wel dat het goed komt met het land. De vraag is alleen wanneer. Wij gaan nog even pijn moeten voelen, zegt hij. Ik denk niet dat we moeten verzanden in een... dat we in een domper moeten belanden. Ik denk dat we altijd positief vooruit moeten kijken. En het is dan wel belangrijk dat we de juiste dingen doen. Omdat alleen maar dromen over die goede toekomst, alleen maar beloven dat het morgen beter gaat worden, lost het vraagstuk niet op. Dus we moeten wel ieder vanuit zijn eigen positie, de regering aanzet natuurlijk, de regering heeft de leiding van het bestuur van het land. Maar ook alle andere maatschappelijke groepen, van vakbeweging tot bedrijfsleven, die moeten natuurlijk allemaal kijken van wat kan ik bijdragen aan een verbetering van die situatie. En dat heeft natuurlijk altijd tot consequentie dat als één van de partijen zich niet houdt aan dat deel van wat hij zou kunnen en moeten doen, dat natuurlijk daar spanningen gaan ontstaan en dat het misschien zelfs tot allerlei onregelmatigheden kan leiden. Vanuit de VES wordt onder meer gepleit voor verdere ontwikkeling van de productiesector. We hebben namelijk een zwakke productiebasis, zegt Ramotarsing. Hij is van mening dat wij al lang niet meer kunnen rekenen op de traditionele mijnbouwsectoren. De economie moet worden gediversificeerd, geeft hij aan. Doordat we relatief makkelijk uit de mijnbouw welvaart hebben gekregen, ontwikkeld, zijn we lui geworden, waardoor we de creativiteit niet hebben, we hebben de inventiviteit niet om die overige sectoren, die wat moeilijker zijn, om die overige sectoren tot ontwikkeling te brengen. Zelfs die sectoren waar we succesvol in zijn, ik noem reis bakoven, zijn we ontzettend ouderwets qua technologie en productiesystemen. Zelfs daar hebben we het werk niet goed gedaan. Ook daar moeten we weer in gaan investeren om het efficiënter te doen, om te kunnen concurreren met de rest van de wereld. Als we de kranten openslaan of als we gewoon op het net gaan het nieuws lezen, merken we steeds dat de regering steeds minder aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Moeten we een beetje bang zijn dat er dadelijk werkelijk geen geld meer is, dat de regering niet uitkomt? Ja, ik ben ook ongerust daarover. De regering doet alsof ze alles onder controle hebben. Maar als ik kijk naar hun eigen cijfers, en ik ben heel blij met de publicatie van het ministerie van Financiën, waar ze eigenlijk zichzelf met de billen blootgeven, waarbij ze zeggen dat ze in 2016, afgelopen jaar, maar liefst 1,8 miljard, 1800 miljoen SRD, meer hebben uitgegeven dan hebben binnengekregen. In crisistijd en je blijft maar doorspenderen. Dat wil zeggen dat al die mooie verhalen over hoe je aan het bezuinigen waren, niet waar waren. Winston Ramotarsing, hij is voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname over de crisis in het land.